Rotterdamse haven heeft een open verbinding met zee en telt nauwelijks sluizen. Toch kozen de gelsluisonderzoekers de nieuwe waterweg vlak na de stormvloedkering uit als proeflocatie. Omdat de kering, ruim 20 jaar na de opening, niet meer voldoet aan de zogenoemde deltahoogte. Maar de gelontwikkelaars geven toe dat Rotterdam pas echt sluizen nodig heeft als de zeespiegel stijgt met zo'n 5 meter. En dat lijkt nog ver weg. Daarom zal de door hen ontwikkelde gelsluis op veel andere plekken in Nederland en het buitenland eerder toepasbaar zijn. De werking van de gelsluis is eenvoudig. De schepen worden door treintjes door een enorme hoeveelheid gel getrokken. Achter de schepen sluit de gel zich, zodat het water er niet doorheen kan. Het grote voordeel is dat schepen in minder dan een uur de sluis kunnen passeren. Zo'n 5 keer sneller dan bij een normale sluis. Bovendien vermengt zout zich niet met zoet water. En dat is weer voordelig voor de landbouw. Het idee is van TU-professor Jarek de Geit, ook werkzaam bij gemeentewerken Rotterdam. Op een gegeven moment zat ik thuis en na te denken, nou, de stomme sluizen met deur, dat is toch wel heel handig. Nou, daar heb ik nou ook wel even nog naar wat kinderspeelgoed gekeken, Poetie. Als je daar een ct-sticker in stopt en je haalt hem eruit, is het ook weer dicht. Ik denk, hé, daar moet er iets mee te doen zijn. Nou, toen heb ik wat zitten rekenen zelf thuis. En toen bleek het toch behoorlijk te blijven liggen als je dat op een bepaalde manier deed. En toen waren er vorig jaar september gelukkig 3 studenten die ook een beetje gek waren. En die hebben geklooid met die gels en daar is wat goeds uitgekomen. Ja, toen ik voor het eerst hoorde, toen dacht ik, ja, dit is waanzin. Maar dat maakt het ook eigenlijk ontzettend leuk. We zochten samen met 2 medestudenten zochten we een uitdaging. En we hadden het een beetje gehad met het standaard dammetje dijkje. En ja, dit was compleet nieuw, er was nog helemaal niks. Dus dit was echt de uitdaging die wij zochten en ook wij wilden afmaken. Voordat met de laboratoriumproef werd begonnen, schreven de studenten bedrijven en instanties aan met een verzoek om geld en medewerking. Maar ze kregen geen reacties. Toch gingen ze door, volledig gebiologeerd door de gel. In het begin hadden ze iets van na 2 weken met alle proeven, alle materialen geprobeerd, want we dachten dat het moet lukken. Toen deden ze wel een beetje de moed in de schoenen zakken. Na 2 weken waren we zelfs zo gek dat we bezig waren met soorten tandpasta. En als je dan toch gewoon na 3 maanden mengen, experimenteren, met chemici toch praten van we willen toch deze eigenschap eraan, hoe kunnen we dat iets veranderen. Uiteindelijk kom je dan toch op een soort van gouden mengsel en dan heb je het werkend op labschaal. De ideale samenstelling is dus gelatine en het metaal bariet. Volgens de ontwikkelaars milieuvriendelijk. Dat is de gelsluis in andere opzichten ook. Zo rijden de treintjes op schone energie. Er zijn gedacht aan vistunnels. En zou de natuur in het gebied rondom de gelsluis vrij spel kunnen krijgen. Nu is aangetoond dat het kan, is er plotseling wel interesse. We zijn in gesprek met een aantal partijen om te kijken om een grote, wat grotere schaalproef te doen. Gewoon op te schalen en kijken of dat dan... Ja, dan goed, er moet geld voor komen, moet een locatie voor gekozen worden. Dat gaat allemaal niet 1, 2, 3, zeker niet in deze tijd natuurlijk. En als het dan nog steeds werkt... En dan denk ik dat het misschien wel de toekomst is, de evolutie van de sluizen. De studenten maken het wel mee, maar ik weet het niet.